Het is mogelijk om de rente van je bestaande hypotheek te verlagen, waardoor je dus ook maandelijks minder geld kwijt bent aan je hypotheekbetalingen. Ik heb dat afgelopen maand geregeld en het scheelt mij zo ongeveer 22,50 euro in de maand, oftewel meer dan 7600 euro gedurende de hele looptijd die ik nog heb. En dat allemaal met één telefoontje. Hoe ik dat heb gedaan en of het ook voor jou van toepassing is, dat wil ik gaan bespreken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van PassiefEnkomen.nl. Waar we vandaag dus gaan kijken naar het verlagen van je hypotheekrente, van je bestaande hypotheek. Want met één telefoontje. En uiteindelijk ook met een brief opsturen. Kun je dus ervoor zorgen misschien wel dat jouw hypotheekrente verlaagd gaat worden. Maar er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. En de eerste daarvan is dat het alleen van toepassing is wanneer je een hypotheek hebt zonder nationale hypotheekgarantie. En dit komt wanneer je wel NHG hebt, wanneer je wel nationale hypotheekgarantie hebt. Dan is het al zo dat je eigenlijk al deze korting ontvangen hebt omdat door die garantie eigenlijk de hypotheekverstrekker al minder risico loopt en je die korting dus eigenlijk al ontvangen hebt bij, de, bij het aangaan van de hypotheek. Dus het is heel belangrijk om eerst even te gaan kijken, heb je op dit moment een hypotheek met of juist zonder NHG? Wat is nationale hypotheekgarantie ook alweer? Of wanneer is het van toepassing? Nou, op dit moment is het eigenlijk van toepassing op hypotheken met een aankoopbedrag van het huis dus tot maximaal 355.000 euro in 2022. Vaak wordt het gebruikt bij senioren, starters of ondernemers. En wat is het ook alweer? Nou, het is eigenlijk zo dat een, het is een soort van garantie. Dus eigenlijk dat wanneer jij in de toekomst jouw huis, jouw woning gaat verkopen met een verlies, dan kan het zo zijn dat een NHG er juist voor zorgt dat de restschuld Onder voorwaarden dus wordt kwijtgescholden. Denk je bij dus wanneer je in de toekomst je woning voor minder geld verkoopt dan dat je eigenlijk nog aan hypotheek hebt openstaan, bijvoorbeeld vanwege een scheiding of vanwege het overlijden. Maar deze service is dus niet gratis. Het kost je 0,6% over je totale lening. En deze betaal je aan het begin van de hypotheek. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het gewoon een soort van verzekering is. De tweede voorwaarde is natuurlijk dat jouw hypotheek het ook moet toestaan. Um, heb je dus een hypotheek zonder NAG, dan moet je even je hypotheekcontract erbij pakken. Dan ga je op zoek naar de onderdelen die gaan over de rente of de zogenaamde schuldmarktwaardeopslag. Bij mijn eigen hypotheekcontract zie ik het al staan. Bij de opsomming van mijn hypotheek, waarbij ik nu dus een rentepercentage heb van 1,73% en die is opgebouwd uit 1,98% standaardrente, 0,25% korting, omdat ik ook mijn betaalrekening heb bij de ING. Ik heb dus een ING-hypotheek. En ik heb 0,00% schuldmarktwaarde opslagkorting. Oftewel, van mij is op dit moment, toen ik die hypotheek aanging, het was die korting dus eigenlijk nog niet van toepassing. We zien daar ook staan dat ze rekening houden in die berekening met een percentage van 84,08%. Oftewel, 84,08% van de woningwaarde. Is gefinancierd met een hypotheek. Ik heb ook gebruik gemaakt van de overwaarde van mijn oude woning. Die heb ik zelf weer ingelegd. En dat zorgt er gewoon voor dat ik niet alles heb hoeven financieren. En dus eigenlijk ook alleen over die 84% over dat gedeelte. Daarover loopt de hypotheekverstrekker dus een risico. En hoe lager dit percentage is. Hoe lager dus eigenlijk het risico is voor de hypotheekverstrekker. Want dat geeft namelijk aan dat een steeds lager gedeelte van de woningwaarde gefinancierd is. En de kans dat je dus uiteindelijk ook met een verlies zou moeten verkopen, daardoor dus ook kleiner wordt. En het is dus juist dit gedeelte waar dat voordeel te halen valt. Voor mij was het dus ongeveer 270 euro per jaar. Of bijna ja, iets meer dan 7600 euro gedurende de hele looptijd nog. Belangrijk hierbij is dat je vaak wel zelf contact moet opnemen. De hypotheekverstrekker verwerkt deze korting dus niet automatisch als je er recht op hebt. Dus ja, met dat ene telefoontje kost misschien 10 minuten een kwartiertje. Maar die tijd heb je eigenlijk al heel snel terugverdiend als het ook van jou van toepassing is. En het percentage van deze schuldmarktwaarde, die kun je eigenlijk op twee manieren beïnvloeden. Uh, twee manieren juist omlaag krijgen, want dat is wat je wilt bereiken. Aan de ene kant is dat juist door te zorgen dat jouw woningwaarde hoger wordt. Of aan de andere kant is dat juist door te zorgen dat jouw hypotheekbedrag, de schuld die je nog hebt, te verlagen. In mijn geval zag je dat toen ik de hypotheek aanging dit percentage 84% was. En wat ik van die ING had begrepen is dat eigenlijk bij elke 5% dat dan in één keer weer een korting mogelijk is. Dus bijvoorbeeld bij 80%, bij 75%, bij 70% enzovoorts. Wat ik zelf al had kunnen berekenen was dat door mijn maandelijkse betalingen en een extra aflossing vorig jaar ik nu al uitkwam onder die 80%, nou, dat leverde me uiteindelijk... 100% voordeel op, oftewel de rente daalde naar 1,72%, wat me ongeveer 1,70 euro in de maand als voordeel had. Maar ik heb ook gevraagd tijdens dat uh, telefoongesprek wat dan het voordeel zou zijn als het nog verder gaat dalen. Bijvoorbeeld naar 65%. Ik had zelf wel een beetje een inschatting gemaakt, zelf wel een beetje een berekening gemaakt. En toen werd me verteld dat dat ongeveer 22,50 euro per maand zou schelen. Wat ik aan minder aan rente hoefde te betalen. Omdat het rentepercentage van mij bij die schuldmarktwaarde juist zou dalen naar 1,61%. En nu kan je dit lagere percentage dus bereiken door juist uh, meer af te lossen. Maar dat was ik niet van plan. Ik was juist van plan om mijn woningwaarde te updaten en deze naar boven bij te stellen. Ik dacht ook wel dat het mogelijk zou zijn, want sinds ik het huis ongeveer twee jaar geleden heb gekocht, zijn huizen natuurlijk flink in prijs gestegen. Bij ING heb je hiervoor twee of eigenlijk drie opties. Ten eerste natuurlijk een taxatie. Dat is een heel specifiek uh, rapport. Helemaal precies op jouw woning. En geeft dus ook eigenlijk de beste. Ja, weergave van wat jouw woning ook daadwerkelijk waard is. Dit wordt natuurlijk geaccepteerd door, de, door eigenlijk elke hypotheekverstrekker. Het enige nadeel hiervan is dat het vaak 500 euro of misschien wel meer kost. En dat zorgt er dus voor dat het voordeel dat je eventueel hebt, dat je dat ja, eigenlijk een langere terugverdienperiode periode hebt. Een tweede optie die ze vaak aanbieden is door het gebruik te gaan maken van de WOZ-waarde van jouw woning. Je krijgt ieder jaar vanuit de gemeente een aanslag. Op dat aanslagbiljet staat eigenlijk de WOZ-waarde van jouw woning, maar die is dan vaak gebaseerd op data van in principe vaak al twee jaar geleden. En zeker wanneer huizen nu dus meer zijn waard geworden, zal die actuele waarde daarin niet vertegenwoordigd worden. Maar het is vaak wel een kosteloze optie om het eventueel bij te stellen. En dan was er nog de derde optie en daar heb ik gebruik van gemaakt. Het is in ieder geval een optie die ING aanbiedt, maar mogelijk ook wel andere hypotheekverstrekkers. En dat was de optie om gebruik te maken van de Calcasa desktop taxatie, zoals dat heet. Een taxatie die wordt gedaan op basis van verkoopdata uit jouw straat, uit jouw wijk, uit jouw gemeente. Het is hierdoor wel iets minder nauwkeurig, maar nog steeds waarschijnlijk nauwkeurig genoeg om toch misschien jouw woningwaarde wel omhoog bij te stellen. De kosten hiervan zijn 69 euro en in mijn geval zou het betekenen dat het dus in drie maanden tijd terugverdiend is als ze uitkomen op die woningwaarde die ik zelf had ingeschat. Heb ik nog een tip? Bij FUNDA kun je ook zien wat jouw woning ongeveer waard is. En FUNDA baseert dit ook op basis van verkoopdata. Neem de waarde dan die een beetje onderaan hun inschatting zit. En bereken daarmee uit wat jouw voordeel zou zijn. Dan kan het eigenlijk alleen nog maar meevallen. Ik heb deze FUNDA-functie laatst ook al in een video besproken. En een link naar die video zal ik ook onder deze video in de beschrijving plaatsen. En in mijn geval was het dus ook zo dat de uitkomst van deze Calcasa desktop taxatie, dat die um, eigenlijk zelfs nog hoger uitkwam dan mijn eigen inschatting. Maar het zorgde er dan niet voor dat ik ook onder de 60% kwam van dat uh, schuldmarktwaardepercentage. Dus het bleef gewoon bij die euro in de maand die ik nu iedere maand dus bespaar. En dan komen we aan bij de conclusie van deze video. En dan denk ik dat het heel interessant is op dit moment om zeker te gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Juist omdat eigenlijk de laatste paar jaar woningen veel meer waard zijn geworden. Heb je dus een hypotheek, kijk dan of je hem juist met of zonder eh, NHG hebt. Heb je hem zonder NHG, dan is dit waarschijnlijk van jou van toepassing. Pak er even je hypotheekcontract bij, kijk wat er beschreven staat en neem ook zeker contact op met je hypotheekverstrekker om samen dit soort dingen te bespreken. Op basis van dat gesprek kun je dan gaan kijken van is het voor mij interessant om te investeren, om geld uit te geven aan een taxatie, omdat je waarschijnlijk in het telefoongesprek met de hypotheekverstrekker hebt kunnen zien van als mijn huis op dit bedrag wordt ingeschat, dan scheelt me dat zoveel per maand. Kun je zelf die berekening maken van dan heb ik het misschien in 3, 6, 12 maanden, of misschien wel langer terugverdiend? En is dat interessant voor mij? En voor mij was dat dus zeker interessant, want in iets meer dan drie maanden tijd verdien ik het terug. Laat ook zeker weten of jij hier al ervaring mee hebt met welke hypotheekverstrekker en hoe, het, hoe jij het hebt aangepakt. Wat voor jou het voordeel was, laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Laat er ook eventuele andere tips of feedback achter. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.